Kelvin Meenhard, een wedstrijd als deze die je vandaag wel over de streep trekt, had je die vorig seizoen misschien wel verloren? Ja, als je kijkt, we hebben die wedstrijden vorig jaar ook gehad. Maar we hebben ook een aantal gewonnen vorig jaar. Dus dat zo wil ik het niet zeggen. Nou, tegen Spakenburg ging het vorig jaar een keer mis. Maar dat had niks te maken dat we slechter waren dan Spakenburg. Dat was gewoon onze kans niet benutten. Nou, nu zitten we ook in een goede flow. We hebben nog niet verloren. Dus zelfvertrouwen groeit. En wat ik zei, tegen deze teams moet je gewoon winnen. Einde van de rit heeft niemand het erover dat we maar tussen haken 6 goals hebben gemaakt. En het vertoonde spel, want het was niet wat we gewend waren. Maar je maakte toch weer 6, dus dat is ook weer een pluspunt. En wat ik zei, einde van de dag, einde van de rit. Als het zo ver is, dan heeft niemand het meer hoe we tegen één dijk gespeeld hebben. En dan hebben mensen gewoon alleen dat we daar ook 3 punten hebben gepakt. Maar toch de leerpunten van vandaag, vooral achterin het goed dicht houden, zeg maar. Waardoor toch een paar doelpunten die ontstaan zijn, die eigenlijk niet nodig zijn. Dat zal denk ik wel anders moeten in de volgende wedstrijden. Ja, sowieso heb je elke wedstrijd wel punten waarop je kan verbeteren. Dat zal ook gewoon blijven tot aan de laatste wedstrijd. Nou, vandaag, die linksbuiten, waar ik trouwens een goede speler van, die schoot hem gewoon goed in. Daar kon Paul verder niks aan doen. Paul die ook gewoon een uitstekende wedstrijd keepte. Ja, dan kreeg je een penalty tegen. En de eerste goal was even een knullige foutje. Nou. Maar de echt uitgespeelde kansen hebben we niet gehad. Ik vind, vlak voor tijd nog eentje die jullie keeper met zijn benen pakt. Oké, klopt. Ja, dat is eentje. Maar al met al die kansen die hun gekregen hebben of doelpunten tegen die we hebben gehad, hebben wij hun een beetje de zadeling mee geholpen. Dus, Jij hebt er 2 gemaakt? Ja, 2 gemaakt. Ja. Zat er lekker in. De eerste, ja, natuurlijk. Ik kwam bij de eerste paal zitten, over het muurtje. Dat de keeper een beetje verkeerd stond, dan krijg je een beetje hulp bij. En die tweede, ik koos goed positie en ik schoot hem gewoon beheers erin. Nog 3 wedstrijden te spelen in de eerste periode. Wie gaat de periode kampioen worden? Wordt dat Noordwijk of wordt dat Quick Boys? Natuurlijk, ik kijk vanuit de Quick Boys bril, dus ik hoop wij. Maar ja, wat ik zeg, Noordwijk, we lopen in hun nek te hijgen en hebben wel. Hun doel zal dus veel beter dan die van ons. 7 doelpunten beter. Ja, 7 doelpunten beter. En dat is een beetje kloot dat je vandaag dan niet meer maakt en dat je 3 tegengoals krijgt. Want anders verklein je het gat wel qua goals tegen en zo. Maar ik heb er vertrouwen in. Dat wij gewoon zo doorgaan. Dat wij wel moeten hebben.